Hoe zorgen zombierupsen voor een beter milieu? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie heeft er meer dan 5 vrienden? Echte vrienden. Ja, nou, dan bent u een gelukkig mens, want... Dat betekent dat u een beetje een diversiteit aan vrienden heeft. Want ja, de ene vriend is de ander niet. Hè, als uw liefde uit is, dan praat u misschien met één. En als u naar de kroeg gaat, misschien met een ander. Of misschien doet u met de één wel allebei. Maar als uw moeder overlijdt, dan is het toch weer vaak die andere vriend die u heel belangrijk vindt. En dat is maar goed. En zo werkt het eigenlijk vooral in de natuur. Die hele natuur die draait op diversiteit. Diversiteit is eigenlijk risicospreiding. He, want waarom zijn de kinderen, als je kinderen krijgt, allemaal een beetje anders? Nou, dat is wel verdraaid handig. Want als ze allemaal precies hetzelfde zijn en er komt bijvoorbeeld een bepaalde ziekte langs of wat dan ook, dan ben je in één klap al je kinderen kwijt. Dat is niet de bedoeling. Dus de een is wat gevoeliger dan de ander. He? Nou, mooi. Je kan ook zeggen, waarom houdt u van seks? Nou, daar heeft de natuur voor gezorgd. Want dan gooit u de boel een beetje door elkaar. En dan zijn uw kinderen dus weer allemaal anders. Ook anders dan u zelf bent. Nou, heel mooi. Risicospreiding. Zo werkt het. En dan praten we wel over biodiversiteit. En dan denkt u waarschijnlijk aan allerlei soorten alleen maar. Maar biodiversiteit, dat is eigenlijk veel breder. Dat is de grote verscheidenheid aan leven op aarde in vorm en functie. En vooral functie ook. He, dus, en we praten eigenlijk dan van genotype, even moeilijk woord, van genotype tot het landschap eigenlijk. Variatie tussen individuen is genetische variatie binnen de soort. Maar je hebt ook verschillende soorten. En je hebt ook eigenlijk verschillende levensgemeenschappen. En je hebt eigenlijk ook verschillende ecosystemen. En variatie op al die gebieden, dat is wat we biodiversiteit noemen. En dan laten we het maar even simpel houden en we praten dan even over een diversiteit aan soorten. En dan kan je je afvragen, hoe erg is het nou eigenlijk als er een soort verdwijnt? Nou, vreselijk denkt u, want het is zo'n aaibaar ding, een panda of zo. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel, hoe erg is het al gewoon ook omdat die hele levensgemeenschap samen, dat ecosysteem is. Hoe erg is het dan voor het functioneren van zo'n ecosysteem als er een soort verloren gaat? Nou, dat is soms helemaal niet erg, want er zijn wel soorten die, net als bij uw vrienden, hetzelfde zouden kunnen. Dus dat is ook eigenlijk niet zo heel erg. Maar als we belangrijke soorten verliezen, die een belangrijke functie hebben, dan noemen we dat wel sleutelsoorten. En als we die verliezen, dan zien we dat het ecosysteem eigenlijk niet meer zo functioneert als dat het eerder deed. Ik wil eventjes over die sleutelsoorten praten. En dat zijn dan mijn lievelingssoorten, waar ik heel veel onderzoek aan heb gedaan. Hier zien we een koolplant. En op die koolplant ziet u rupsen. Misschien ziet u ze wel zitten. Rupsen van het grote koolwitje. En die rupsen zitten met z'n allen daar op die koolplant. En ja, ze zitten daar met z'n allen als een soort kudde. Want dan kunnen ze zich een beetje verdedigen. Want die rupsen, die hebben vijanden. En die vijanden, daar heb ik heel veel werk aan gedaan. Dat zijn sluipwespen. Wespen? Nee, ze zijn wel verwant aan wespen en mieren en bijen en zo. Maar het zijn niet wespen die u steken. Het zijn sluipwespen. Ze sluipen uit een gastheer, zoals we dat wel noemen. Want het zijn insecten die leggen eieren in of op een ander insect. En dat andere insect moet er dan aan geloven. Die gaat uiteindelijk dood en komt er een nieuwe sluipwesp uit. Nou, bijvoorbeeld die rupsen, die worden aangevallen door verschillende soorten sluipwespen. En die sluipwespen, die zijn eigenlijk in staat om die enorme capaciteit van die vlinder om honderden eieren te leggen, om dat een beetje de kop in te drukken. Hè? En als die sluipwesp er niet is, ja, dan zou de hele wereld vergeven zijn van de vlinders. Ook wel leuk, maar dat is niet wat er in de natuur gebeurt. In de natuur gebeurt eigenlijk heel erg veel wat we dan noemen natuurlijke biologische bestrijding door die sluipwespen.
Op 55,5 miljard hectare vinden we gewoon natuurlijke biologische bestrijding. Dat is 95% van alles wat ooit een plaaginsect zou kunnen zijn, wordt eigenlijk gewoon al onder de duim gehouden. Oké, ik ga u wat laten zien. Een staaltje van biologische oorlogsvoering. En dat is dit. Dit zijn de sluipwespen die deze rupsen parasiteren. En het is heel erg leuk om te zien hoe die rupsen... Nou, leuk. Die rupsen, die willen dat natuurlijk niet, want die zijn ten dode opgeschreven. En die sluipwesp die legt in elke rups zo'n beetje 35 eieren. Die rups is ten dode opgeschreven. Maar voor die plant is het wel hartstikke fijn dat deze vijanden van haar vijanden langskomen. De vijand van de vijand is je vriend, nietwaar? Kijken we even naar het volgende plaatje, dan zien we waarom deze rupsen het absoluut niet zien zitten dat deze sluipwesp langskomt. U ziet hier een prachtige opname van Hans Smit, die hier trouwens zit. Die fantastisch laat zien dat deze rups, die eigenlijk nu genetisch, die eigenlijk dood is, hè, maar die wordt als een zombie gebruikt door die uitkruipende sluipwespen. En ze is zelfs bezig, die rups, om daar nog een soort web overheen te maken. En we hebben ook aangetoond dat dat weer de vijanden van die sluipwespen tegenhoudt. Dus het is echt een stukje, gek stukje biologische oorlogsvoering, waarbij hier de sluipwesp in control is. En deze zombie eigenlijk doet wat die sluipwespen wil. Een staaltje van biologische oorlogsvoering. Het is allemaal niet zo gezellig in die natuur. De vijand van je vijand is tenslotte je vriend. En het is ook maar goed voor die plant. Want ja, kijk, die plant die kan natuurlijk helemaal niet weglopen. Hè? Ik bedoel, hoe moet die zich nou verdedigen? Nou, dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren. Twee dingen kan je doen. Ten eerste kan je zorgen dat je niet zo lekker bent. En dat is misschien wel aardig dat... Dat kennen we hier van deze spruitjes. Nou zitten mijn zoons hier ook in de zaal. En iedereen zegt altijd, mijn kinderen lusten geen spruitjes. Nou, ik weet wel dat jullie het altijd heel erg lekker vonden, die spruitjes. Er zit iets bitters in die spruitjes. En die bittere spruitjes zijn gewoon een verdedigingsmechanisme. Want er zit een stofje in wat die rupsen minder lekker, minder aantrekkelijk vindt. Dus dit is het eerste verdedigingsmechanisme. Maar het tweede verdedigingsmechanisme is eigenlijk dat als die rups gaat knagen aan die plant, dat eigenlijk het spuug van de rups al iets in werking zet in die plant, waardoor die plant andere geuren gaat produceren en die sluipwesp zo slim is om die planten vluchtige stoffen te gebruiken om die rupsen te vinden. Want het vorige plaatje waar u die nare uitkruipende sluipwesplarven zag, maken wel duidelijk dat die rups niet gaat liggen adverteren dat hij er is. Maar dan heeft ook die sluipwesp een probleem. Want hoe weet ze nou als ze bepaalde geuren heeft geroken of er ook een rups op zit? Nou, op een gegeven moment, en dat is onderzoek wat we heel veel doen op het moment, is dat we hebben aangetoond dat ze dat ook niet helemaal weet, maar dat ze dat heel erg goed kan leren. Die sluipwespen, die leren die plantenstoffen als ze een beloning krijgen. Dat kunnen ze met voedsel doen, een beloning. Maar eigenlijk is het nog veel mooier. Ze doen het vooral omdat ze een ei mogen leggen. En een ei leggen is gelijk een nakomeling. Dus dat is yes. Dat is natuurlijk een superbeloning. Dus op het moment dat ze een ei legt, neemt ze al die omgevingsinformatie eigenlijk in zich op. En waar wij onderzoek naar doen, is naar geheugenprocessen bij die sluipwespen. En het grappige is trouwens ook dat er sluipwespen, je zou eigenlijk kunnen zeggen, alles wat ze kunnen waarnemen met hun ogen en met vooral hun antennen, zouden ze eigenlijk kunnen leren. En we hebben nu ook onderzoek waarin we bezig zijn om sluipwespen te gebruiken als speurhond. Want ze kunnen ook hasjes leren. Ze kunnen chocoladegeur leren, ze kunnen mijn parfum leren. Ze kunnen ook springstoffen leren. Dus de volgende keer als u misschien op Schiphol komt, wordt uw koffer niet geïnspecteerd door een speurhond, maar door een sluipwesp. Ja, sluipwespen in alle soorten en maten. Hier hebben we zeg maar de soort die hierop parasiteert. Ja, het is maar
heel erg klein natuurlijk, maar deze zijn iets groter. Die parasiteren ook op die koolwitjes. Maar ik wil u eigenlijk deze even laten zien. Want dit is wel zo klein. Sinds mijn 40ste kan ik ze niet meer zien. Want ze zijn namelijk een half millimeter, iets meer. En het is een sluipwesp die haar eieren legt. Het zijn altijd vrouwtjes natuurlijk die het werk doen. Mannetjes zijn überhaupt niet zo heel erg belangrijk in deze wereld. Deze sluipwespen die legt haar eieren in de eieren van een vlinder. Nou, je weet hoe klein een vlinder is. Een ei, en daar legt ze dan ook nog eens een keer 3 of 4 eieren in. En dat beest is zo klein dat je denkt, hoe kan die nou in godsnaam vliegen? Nou, dat zal ik u straks laten zien, want dat kan hij ook bijna niet. Maar hoe kan hij dan die eieren vinden? Nou, een hele slimme oplossing is dat je gewoon meerijdt met de vlinder die de eieren gaat leggen. En deze hele kleine sluipwesp, die doet dat. Die rijdt mee op de vrouwelijke vlinder, die dan daarna de eieren gaat leggen. Dan stapt ze weer af en dan parasiteert ze de eieren. En wat nog sterker is, ze kan zelfs de feromonen, dus de communicatie tussen het mannetje en vrouwtje vlinder, gebruiken en leren om te weten op welke vlinder ze op moet stappen, zodat ze straks het ei weer kan parasiteren. Nou, ik ga je even laten zien hoe fascinerend dat nou is met het volgende filmpje. Want dit is gemaakt echt. Nou, hier zie je dus de sluipwesp opklimmen tegen het pootje van de vlinder. Het grote koolwitje. Nou, die voelt dat al. Die wil dat verder niet. En je ziet hoe ongelooflijk klein ze is. En hier is het oog van de vlinder. En daar zit ze dan. En je ziet hier met een high-speed camera. En het is ongelooflijk dat ze eigenlijk helemaal niet kunnen vliegen. Want ze knallen er gewoon op. En dit is een high-speed camera voor de insiders, 22.000 frames per seconde. Dit is 600 keer vertraagd opgenomen. Dit zijn unieke beelden die door David Lenting, Wageningen Universiteit en Nina Fatouros zijn gemaakt. En dat kleine sluipwespje die klapt 350 keer per seconde met zijn vleugeltjes. Nou, daar kan ik me dus nooit iets bij voorstellen. Maar goed, ik kan me ook niks voorstellen bij 22.000 frames per seconde. Dus, maar ik vind het zo fascinerend. Even terug naar het verlies van die sleutelsoorten, van die sluipwespen. Dat betekent dus dat als je die verliest, dat je eigenlijk die plaaginsecten krijgt. En dat is iets wat wij niet willen. En dat gebeurt soms wel. We hebben een gewas wat we uit een ver land halen en dan hebben we wel het plaaginsect, maar niet de vijand. Dan gaan we terug naar het land van herkomst en introduceren dan die sluipwesp. En in onze kassen, bijvoorbeeld de tomatenkassen, doen we heel veel biologische bestrijding. Dat is echt gebaseerd op het fundamentele gedragsecologische onderzoek wat we hebben gedaan. In onze Nederlandse kassen en eigenlijk wereldwijd kan je gewoon sluipwespen bestellen. Dit is bijvoorbeeld een sluipwesp die dan gewoon aan een plant gehangen wordt. Hier zitten hele kleine sluipwespjes in die nog moeten uitkomen. Je hangt het in de kassen aan je tomatenplanten. En je bestrijdt op deze manier je insecten. En het zal duidelijk zijn dat je eigenlijk dan geen chemische bestrijding meer kan gebruiken. Want chemische bestrijding, gek genoeg, induceert juist plagen. Op het moment dat die lieveersbeestjes, want dat is ook zo'n sleutelsoort, als die verdwijnen, dan krijgen we juist insectenplagen. En dat betekent dus dat we in feite die sluipwespen naar de zin moeten maken. En dat doen we niet. Wat we doen, is wij zetten een ontzettend genetisch verarmd monocultuur in het veld. Alles genetisch hetzelfde. In feite tafeltje, dekje voor een plaaginsect. Een plaaginsect die, als er aan de eerste plant is aangepast, door kan gaan. Er is geen eten voor de sluipwespen. We zullen ze daar niet zien. En we denken dan aan maximalisatie van productie, maar we denken niet aan de ecosysteemdienst die onze sluipwespen kunnen leveren. We kunnen dat enigszins herstellen doordat we bijvoorbeeld bloeiende akkerranden neerzetten langs onze gewassen, waarbij we het voedsel voor en eigenlijk gewoon de aanwezigheid van die sluipwespen kunnen bevorderen. En we weten dat dit werkt. En daarmee kunnen we dus chemische bestrijding voorkomen. Nou, ik hoop dat ik jullie heb duidelijk gemaakt dat biodiversiteit heel erg belangrijk is.
En dat vooral die sleutelsoorten, zoals bijvoorbeeld sluipwespen, heel belangrijk zijn. Dat we gebruik kunnen maken van die biologische oorlogsvoering die er is. En dat je dus de vijanden van je vijanden moet omarmen, want dat zijn je vrienden. En dat je die niet moet tegenwerken. En mijn laatste boodschap is natuurlijk altijd, je moet werken met de natuur en niet tegen de natuur. Dank voor jullie aandacht.